SV Urk, de nummer 5 van de derde divisie, vanmiddag op bezoek bij RKAV Volendam, de nummer 10 van de ranglijst. Verschil tussen beide ploegen slechts 2 puntjes, want het staat allemaal dicht op elkaar in die derde divisie. En dus een interessante clash tussen die 2 ploegen uit die vissersdorpen. Aftrap is voor Urk, beide ploegen speelden midweeks en het is Rikold Neentjes die daar gelijk zijn visitekaartje even afgeeft. Maar het spel mag door van scheidsrechter Sven Spaan. Maar even later besluit hij dan toch het spel stil te leggen en verzorging toe te laten. Volendam in de openingsfase met de lange bal in de richting van Azzedin Soet. Die wurmt zich daar knap langs die Urkers, maar werkt de bal vervolgens over. Weer die Soet en dat is een handenbindertje hoor. Op Daan Ibrahim en dan de overtreding van Ieder den Dulk. En dus een vrije trap op een interessante positie voor RKAV Volendam. Achter de bal onder andere Soet. En die krult hem fraai binnen en de 1 tegen 0. Richard Strijker moet passen. En de Volendammers dus op voorsprong. Dan moeten de Urkers de schade gaan repareren. Dit ziet er goed uit allemaal. Rikold Neentjes gaat dan naar de grond in de 16 en Spaan wijst naar de stip. En dus de uitgelezen kans om op 1-1 te gaan komen. Rikold Jan Brands, de aanvoerder, gaat die bal nemen en dat is normaal een zekerheidje. Brands oog in oog met Binken, maar niet goed ingeschoten en dus blijft het 1 tegen 0. Brands faalt vanaf 11 meter. Dan weer Volendam met Ibrahim. Die zet Nagel weg. En uiteindelijk de kans voor Roy Tol, maar naast. 1-0 bij rust. Begin tweede helft heeft Urk-trainer Gert-Jan Karsten al wat woorden met scheidsrechter Spaan. Omdat Klaas Kramer het veld niet in mag vanwege een ingetapte trouwring die niet afgaat. Maar scheidsrechter laat vervolgens wel de tweede helft beginnen. Zonder dat Urk dus met 11 spelers in het veld staat. 10 minuten na rust. Volendam in de aanval. Dit is geen buitenspel voor Roy Tol. Tol met de 2-0. Nee, Strijker redt. Maar in tweede instantie is het wel raak. En dus tilt de thuisploeg de marge naar 2. Camera is dan bij de feestende Volendammers. Maar ondertussen heeft de scheidsrechter 2 keer geel getrokken voor doelman Richard Strijker van Urk. Lezing na afloop van de scheidsrechter. De eerste gele kaart was omdat hij tekeer ging. En de tweede gele kaart was omdat Strijker een beweging met het hoofd, een kopstootbeweging zou hebben gemaakt. Hoe dan ook, Urk moet verder met 10 man. Veldspeler Klaas Romkes gaat er dan af. En onder de lat neemt plaats deze Hendrik Bakker. Maar met een mannetje meer zouden de Urkers zich kranig weren. Volendam in de fout. Hessel Snoep de invaller op een andere invaller Jelle de Boer naar Jan Ras met de pirouette. Ras met links, maar uiteindelijk niet de 2 tegen 1. Weer Urk met de diepe bal. Dit is geen buitenspel voor Jelle de Boer. En die wordt dan naar de grond gewerkt in de 16. Maar dan heeft de scheidsrechter toch buitenspel geconstateerd. Curieus moment. Urk drukte door met 10 man dus. Jan Ras. En de knappe goal van Johannes Schrijver. En dus de aansluitingstreffer, de 2 tegen 1. Gert-Jan Karsten gaat dan nog aanvallender speler. Brengt ook Pieter Brands in de ploeg. Nog 20 minuten. Urk met mannenmacht naar voren bij die corner. En dat brengt ook risico's met zich mee, want Volendam kan er hier uitkomen. 3 tegen 1. 3 Volendammers tegen 1 Urker. Lennart Tol omspeelt Bakker. Maar Jan Ras heeft de longen uit zijn lijf gerend en hij weet die bal van de lijn te halen. Fraaie actie van Ras. Weer de thuisploeg. Bakker moet zijn goal uit buiten de 16, maar keurig met het hoofd. En dus mogen de Urkers gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Nog altijd 2-1 en nog altijd een wedstrijd. Is het de kans voor Hessel Snoek op de 2-2? Dat had wat geweest met 10 man, maar keeper Binke weet redding te brengen. En het spel bleef op en neer golven. Direct na de kans van Snoek is dit weer Volendam. Bal is nog altijd niet uit geweest. Volendam. Met het schot van Joey Tol en bijna de ketser van Bakker.
Maar gelukkig voor hem blijft dat slippertje zonder gevolgen. Slotfase is het diezelfde Joey Tol die hier wel heel makkelijk naar de grond gaat en een vrije trap versiert. En ook nog eens een gele kaart voor Klaas Kramer. Vrije trap, die wordt in de muur geschoten. En dan fluit scheidsrechter Spaan voor Hens. En krijgt Volendam dus een penalty. De scheidsrechter maakt zich niet populair bij de Urkers. En ook nog eens een gele kaart, weer een gele kaart. En zo lopen de emoties hoog op in die slotfase. Joey Tol achter de bal, maar dan moet scheidsrechter Spaan eerst nog even naar de bank van Urk. En krijgt ook teammanager Klaas Wakker geel. Strafschop kan dan eindelijk genomen worden en die wordt hoog en droog binnengeschoten door Joey Tol en de 3-1 en de beslissing in de wedstrijd. Er was dicht bij de 2-2, maar voelt zich benadeeld door de scheidsrechter. In de slotminuten zou het ook nog 4-1 worden. Dit is Lennart Tol met de 4-1 dus, maar de wedstrijd was al gespeeld. SV Urk vocht voor wat het waard was en rook met 10 man de 2-2, maar verliest met 4-1. En na afloop heeft trainer Gert-Jan Karsten geen goed woord over voor de arbitrage. Ja, dit heeft niks meer met fair play te maken. Aarach, dat is volgens mij iets met rechtspraak. Nou, wij zijn echt onrechtvaardig behandeld vandaag. En we hebben terecht verloren, want Volendam heeft zijn kansen benut en wij niet. Maar je voelt je echt genaaid? Nou, weet je, 8 keer geel en 1 keer rood. Jij hebt de wedstrijd zelf gezien. Dit was nog niet eens. Een oefenwedstrijd gaat er vaak nog harder aan toe. Het ging nergens over. Het was paniekvoetbal, het was geen controle, het was... Ja, ik kan mijn jongens echt niks verwijten. Als ze over de schreef gaan, dan hè, prima. Als je een rode kaart krijgt, ook prima. Als je gele kaarten pakt, ook prima. Maar als je dan nog ziet wat je allemaal tegenkrijgt, hoe rustig ze in het veld nog bleven, nou, verdiende eigenlijk nog een compliment. Want dit is, ik heb dit in 26, ik ben nu mijn 26e jaar als trainer. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Maar we moeten het slikken. En gelukkig hebben we al 10 puntjes. Nou, nu gaan we 2 keer thuis spelen. Volgende week Staphorst thuis. En laat ik het positief afsluiten. Strijker is geschorst met 2 keer geel. Dus we spelen volgende week met 11 Urkers tegen Staphorst.